vanaf mijn geboorte zeiden ze al van ja, we kunnen er niks aan doen. En dat is ook altijd zo geweest. Maar technologie gaat hard, dus... Ik weet zeker dat over 15 jaar dat we vast al veel verder zijn. En hopelijk is er dan een medicijn wat ik eventueel ook zou kunnen gebruiken. Ik denk dat het in de toekomst nog alleen maar beter wordt. Ik denk dat er op allerlei fronten de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, maar ook de ontwikkeling van combinatietherapie, dan wel de ontwikkeling van het geven van medicijnen lokaal in de vaatmalformatie en dus niet dat iemand het tabletje moet slikken en het door het hele lichaam werkt, dat gaat komen. Aangeboren vaatafwijkingen, zoals lymfatische en veneuze malformaties en overgroeisyndromen, hebben vaak één ding gemeen. Een foutje in het PIK3CA-gen. Ons lichaam bestaat uit een enorme hoeveelheid cellen. Een klein maar belangrijk onderdeel van die cellen is het PIK3CA-gen wat de celgroei regelt. Bij sommige mensen zit er een foutje in het PIK3CA-gen, waardoor het te hard aan het werk gaat. Het geeft dan te veel signalen af naar de motor van de cel, ook wel de mTOR genoemd. Deze genmutatie is niet erfelijk en ontstaat lokaal tijdens de ontwikkeling van de embryo met een plaatselijke afwijking tot gevolg. Hoe eerder de fout ontstaat, hoe groter de afwijking. Dat maakt dat geen enkele patiënt hetzelfde is. Nog maar een paar jaar geleden werd de diagnose op het oog gesteld. Behandelmethodes bestonden uit embolisatie, dat is het inspuiten met een vloeistof, en chirurgie. Tegenwoordig kan je voor diagnose en behandeling terecht bij een expertisecentrum. Zij kunnen een biopt op de plaats van de afwijking afnemen en daarmee de genmutatie bevestigen. Door de snelle ontwikkelingen op genetisch gebied komen er steeds meer mogelijkheden voor behandeling. Zo weten we nu dat de stof Bijl-719 PIK3CA remt en dat rapamycine de motor afremt. Dit kan minder pijnklachten en remming van groei opleveren. Joni had in 2017 al meerdere weken geklaagd over haar been. En toen is er eigenlijk een heel heftig balletje gaan rollen. En in het begin werd er gedacht aan wekendelenkanker bij Joni. En zijn we een heftig traject ingegaan door een biop te moeten doen en af te wachten of Joni wekendelenkanker zou hebben of niet. En na 3 weken kwam gelukkig het verlossende woord dat zij toch een vaatafwijking zou hebben. Als je spreekt over 0 is geen pijn en 10 is ondraaglijk lijden, zat Joni iedere dag echt wel op een 6 of 7, ondanks pijnstilling. En het resulteerde ook in het feit dat ze meer op de tenen ging lopen, met haar voetje naar buiten ging draaien, niet meer goed kon zitten in een stoel of in de auto. Dus er waren eigenlijk heel veel beperkingen voor Joni. Die ontwikkeling nam alleen maar toe, het werd alleen maar heftiger. En uiteindelijk na een aantal embolisaties is duidelijk geworden dat dat niks voor Joni deed. En dat ze er ook heel vaak niet in kwamen. Dat het ook niet pijnverlichtend werkte. En dat ze eigenlijk qua team niet meer goed wisten wat ze moesten doen. Want we hadden toen al een aantal stappen gezet van steunkousen aandoen, pijnstilling, revalidatie en embolisaties. En uiteindelijk bleek dat aan het einde van het jaar al eigenlijk uitbehandeld. Ja, dus dat ze niks meer op de reguliere wijze konden doen voor Joni. Beperkte haar wel in heel veel dingen. Qua sporten, qua gymmen, qua zitten in de klas. We hebben gezocht naar alternatieven. Dus Joni is daardoor ook op naailes gegaan. Maakt nu haar eigen kleding. Er zijn andere dingen gaan zoeken waardoor ze zich wel kon gaan vermaken. Het begon echt op een pijnscore van 5. Ik heb echt een paar keer gehad dat het echt 10 was. Toen zat ik echt op de bar te huilen en ik kon echt niet meer. En nu is het gewoon 0, omdat ik hele goede medicijnen heb. Ik word heel goed behandeld en ja. En uiteindelijk, s'avonds een keer heeft Joni zelf ook gezegd van ja mama, ik snap dat jullie heel erg goed willen nadenken over deze medicijnen, maar het is mijn benen, mijn leven. En ik heb zo'n pijn, ik wil hiervan af. Ik wil dit middel gaan, ik wil die medicijnen gaan gebruiken. De zijkant van het randje van de stof. Ja, die is als je heel dit langs leidt. Ja. We zijn in mei gestart. En volgens mij was het na 7 weken dat Joni echt al pijnvrij was. Dus dat was echt een verademing. En we zagen een kind op vakantie die van de glijbaan afging. Die niet. Die gewoon liep. Die gewoon overal weer van kon genieten. Dat was geweldig.
De laatste 10, 15 jaar zie je eigenlijk dat de ontwikkeling van onze kennis op DNA-niveau eigenlijk heel snel groeiende is. En dat dus ook de kennis over de genetische veranderingen die leiden tot een vaatmalformatie ook heel snel groeiende zijn. En dus ook bekend geworden is dat dat PIK3CA-gen bij meerdere ziektebeelden een rol speelt. En je moet je voorstellen, wij noemen het een PIK3CA-mutatie, maar het wil niet zeggen als je een PIK3CA-mutatie hebt, dat iedereen dezelfde mutatie in het gen heeft. Per patiënt kan je veel beter kijken wat iemand heeft en ook begrijpen waarom een behandeling wel of niet werkt. Het is een hele mooie ontwikkeling die echt vooruitgang geeft. En die ook echt nu in sneltreinvaart leidt tot het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Ze hebben hier een biopt uit mijn vinger gehaald. Ja, er zit een heel klein plekje nog. Dat, misschien kan je het zien. Maar... En dat hebben ze onderzocht. En daar hebben ze uit het DNA kunnen halen dat het kloof is. Het heeft dus effect in mijn been. Daar heb ik dagelijks het meeste last van. Dik en zo, lymfevocht. En je hebt in je been met normaal 3 hoofdaderen. In mijn linkerbeen zitten er maar 2. Ook spataderen en wijnvlek en zo. Nou, dan heb ik natuurlijk de overgroei in mijn handen. Maar ook mijn blaas. Er gaat een ader van buiten mijn blaas door de wand heen. En dat kan soms voor blaasbloedingen zorgen. Ja, dat zorgt wel voor de grootste problemen. Mijn klinisch geneticus die is nu bezig om een nieuw medicijn voor mij te krijgen. Het duurt even. Het is allemaal nog heel moeilijk. Het is nog niet echt verkrijgbaar in Nederland ook. Maar de resultaten heb ik gezien. En die zijn gewoon echt heel goed. Dus ik hoop dat dat er komt. Dat de medicijnen worden gegeven is vrij nieuw. En dat wordt eigenlijk nog met name in onderzoeksverband gedaan. Omdat eigenlijk de gouden standaard van de behandeling de sclerotherapie en de embolisatie zijn. Maar in onderzoeksverband hebben we nu vastgesteld dat ook heel veel patiënten baat hebben bij behandeling middels medicijnen. En ik denk dat dat alleen maar groeiender gaat zijn, omdat er, als je wereldwijd kijkt, heel veel nieuwe medicijnen worden ontwikkeld die ook geschikt zijn voor patiënten met een vaatmalformatie om te geven. Er zijn nog veel meer PIK3CA-remmers in ontwikkeling. Het staat nog in de kinderschoenen, maar het is wel een ontwikkeling die ik denk heel snel zal gaan, omdat die medicijnen wel al bij patiënten met borstkanker heel veel uitgetest zijn. Omdat ik dus vragen had over erfelijkheid, ging ik naar Nijmegen en toen gaf ze aan van goh, ja, we kunnen een test doen, maar eigenlijk is het belangrijk om eerst een diagnose te hebben, want dan heb je vaak het antwoord al. En toen zij dus inderdaad met de diagnose kwamen van FIL, dat is de afkorting van facial infiltrating lipomatosis, toen vertelden ze al van ja, dat is niet erfelijk, dus in principe hoefde ik die hele test niet meer te doen waarvoor ik kwam. Maar toen had ik wel opeens een diagnose. Het is wel echt heel zeldzaam. In de literatuur heb ik wel eens een artikel gelezen waarin ze het hadden over 50 gevallen over heel de wereld. En zelf ben ik nu in contact met 30 lotgenoten over heel de wereld. Ze moeten dus lid worden van de groep. Is altijd de eerste vraag die ze stellen. Waar kunnen we het weg laten halen? Bij welke dokter moeten we zijn? Terwijl, nou ja, snel komen ze achter dat het helemaal niet weg te halen valt. Maar ze leren het eigenlijk ook meer te accepteren, omdat ze dan zien dat ik bijvoorbeeld goed ermee kan leven. Dat geeft voor hen ook een beetje rust en ja. En mij helpt het ook natuurlijk, omdat ik nu niet meer alleen ben. In eerste instantie zie je natuurlijk alleen mijn handen en mijn blaas en mijn benen eigenlijk niet. Mijn handen heb ik wel in het dagelijks leven gewoon het minste last van. Maar ja, er zijn altijd mensen die even kijken natuurlijk. Je ziet altijd mensen die op straat en die kijken even naar je handen. Daar heb ik zelf geen probleem mee. Alleen mensen die staren, dat kan wel vervelend zijn. Ik kijk ze dan altijd recht in de ogen aan. En dan voelen ze zich een soort van betrapt en dan kijken ze eigenlijk snel weg. De grootste beperking, maar dat geldt voor alle beperkingen die je ziet, is de maatschappij. Het is wel een soort rem op je leven. Want ja, je hele leven draait om vragen beantwoorden van vreemden. Blikken ontwijken, nagestaard worden, aangewezen, nagedaan, uitgelachen, gefluisterd, dat soort dingen. Mensen denken van, oh, het went, want je bent ermee geboren, maar het zal nooit winnen.
Hoe stel je eigenlijk vast of iemand PIK3CA-genmutatie heeft? Dat is een hele goede vraag. Dat is niet zo gemakkelijk om vast te stellen, want daarvoor heb je eigenlijk een stukje weefsel nodig wat afwijkend is. Dus dan zou je eigenlijk een biopsie moeten nemen van het stukje waar of het overgroeien zichtbaar is of waar de vaatmalformatie zit. En je kan je voorstellen dat als je van een vaatmalformatie een stukje weefsel moet wegnemen, dat dat ook complicaties kan geven, zoals bijvoorbeeld bloeden. Elk geneesmiddel heeft bijwerkingen. Ook paracetamol heeft serieus bijwerkingen. Nu worden patiënten met een vaatmalformatie, als ze een behandeling nodig hebben, krijgen ze vaak embolisatie of sclerotherapie of injecties met medicijnen om te zorgen dat die vaatmalformatie op de plekken waar het pijn doet samenvalt. Maar als je weet hoe het genetisch in elkaar zit en dus hoe het ontstaat, kan je medicijnen ontwikkelen tegen bijvoorbeeld die motor van de cel die te hard aanstaat. En dan kan je gaan kijken of je met medicijnen die motor kan gaan remmen. Of als je weet dat die PIK3CA, dat daar het foutje in zit en dat die de oorzaak is van het geven van te veel signalen naar die motor toe. Als je dan een medicijn hebt die die PIK3CA uitzet, dan krijg je eigenlijk hetzelfde effect. En dan ga je eigenlijk ervoor zorgen dat de patiënt geen klachten meer heeft of in ieder geval heel veel minder klachten heeft. Dus het zal nooit nog normaal worden. Maar ik heb mensen gezien die, ook een meisje, en die heeft wat ik in mijn hand heeft het ook in haar hand, maar ook echt doorlopend tot aan de rug. En daar is de grootte gewoon zeker de helft van afgenomen. Dus dat zijn wel hele goede resultaten. Ja, het is wel spannend. De bijwerkingen tot nu toe zijn vrij weinig, maar ze weten nog niet wat het op de lange termijn doet. De grootste motivatie is toch mijn blaasbloedingen, denk ik. Als die kunnen verminderen, dan... Dat zal mijn leven wel verbeteren. Ik denk dat als patiënt het heel belangrijk is om ontwikkelingen in de gaten te houden en te zorgen dat je aangesloten bent, ook bij de patiëntenvereniging, zodat je over de nieuwe ontwikkelingen geïnformeerd blijft. Ik denk dat mijn toekomst een beetje blijft zoals nu, dus dat ik altijd zal blijven zoeken naar lotgenoten. Hopelijk ook veel van hen zal kunnen blijven bezoeken. En verder, ja, we willen zelf wel graag kinderen in de toekomst. En ik hou natuurlijk de ontwikkelingen in de gaten van het medicijn. Ik denk dat het over 10 jaar wel iets is wat ik wil gaan proberen. Genieten van elkaar, dat is het allerbelangrijkste. En daarnaast ook dat Joni gewoon goed in haar vel zit. En de rest volgt vanzelf wel.